Hey, tof dat je kijkt naar 4 dingen die je niet wist over. In deze aflevering kijken we naar een van de vetste dingen die je in de lucht kunt aantreffen. Namelijk de Apache helikopter. Ingezet bij vele missies en simpelweg een keiharde machine. Vergeet trouwens niet te abonneren op ons kanaal. Zo ben je altijd op de hoogte en weet jij precies wat je nodig hebt om te werken bij Defensie. Wat maakt deze Apache nou zo bijzonder? Dat gaan we nu eens goed bekijken. Dus get into the chopper. De vliegende tank. De Apache is eigenlijk gewoon een vliegende tank. Stoerder kan bijna niet. De Apaches zijn gemaakt om te domineren in elk gevecht. De cabine wordt beschermd door Kevlar, een keiharde kunststof. Mochten de rotorbladen beschadigd raken, hoef je niet direct je parachute te pakken en een schietgebedje te doen. Ze zijn namelijk zo samengesteld en ontwikkeld dat er zelfs bij ernstige schade doorgevlogen kan worden. De twee motoren zijn gescheiden van elkaar, zodat als je de eentje kwijtraakt, de ander nog altijd door kan gaan. De Apache kan dus heel veel hebben. Bewapening. De Apache is zelf dan bijna niet stuk te krijgen. Andersom is een heel ander verhaal. Zo is de Apache onder andere uitgerust met een automatic 30mm Canon M230 A1 Use Chain Gun. Deze schiet maar liefst 625 schoten per minuut. Daarnaast zijn er de Hellfire anti-tankraketten. Deze worden ook wel tankbusters genoemd. De Hellfire-raket kan een snelheid halen van 1530 km per uur. En dan zijn er ook nog de Hydra 70-raketten. Dit zijn ongeleide raketten en hebben een bereik van wel 6 km. Naast deze krachtige wapens is de Apache ook nog eens uitgerust met handige foefjes. Zoals het AMAZE-systeem. Dit systeem weet wanneer er geleide raketten op de Apache afkomen. Ter misleiding worden er dan lichtkogels afgevuurd. Zo raken hittezoekende raketten in de war. Besturing. Kan iedere piloot deze Apache besturen? Nee, zeker niet. De Apache is een van de lastigste helikopters om te besturen. Beide handen en voeten doen verschillende dingen. Je doet dus 4 dingen tegelijk. Ook moet je jezelf nog aanleren om met beide ogen iets anders te doen. Middels een monocle voor zijn rechteroog krijgt de piloot allemaal informatie voor zich geprojecteerd. En met het linkeroog let hij op alles om zich heen. Als nieuwe Apache-piloot wordt het dan ook aangeraden om flink wat paracetamol in te slaan. Want je krijgt gegarandeerd hoofdpijn in het begin. Maar ja, dan heb je wel waarschijnlijk de vetste baan van al je vrienden. De ideale gevechtspartner. De Apache-helikopters worden continu vernieuwd en verbeterd. Een van de meest recente technologieën is de Eye in the Sky. Deze technologie zorgt ervoor dat soldaten op de grond nog beter worden beschermd en geïnformeerd. Maar ze kunnen nu ook onder andere de controle nemen over onbemande machines in de lucht, zoals drones. En door de informatie die ze via hen krijgen, weten ze ook of ze rustig de hoek om kunnen of dat ze worden opgewacht door de vijand. Je mag dus wel stellen dat de Apache de ideale partner is in oorlogsgebied. Dit waren de 4 dingen die je niet wist over de Apache-helikopters. Nu weet je wat de Apache zo krachtig maakt en dat het heel veel tijd en skills kost om hem te mogen besturen. Laat in een reactie weten wat jou het meest verbaasde. Thanks voor het kijken en tot de volgende keer.